De nieuwste iPhone kopen zonder dat je het geld ervoor hebt. Of die supercoole, maar peperdure kleren kopen met je creditcard. Een schuld is zo gemaakt. En het zijn ook vaak jongeren die tot de risicogroep behoren. In de stad zijn er zeker 20.000 met flinke schulden. Het overkwam ook Jera. Eigenlijk door onwetendheid. Ik had de automatische incasso. En die ging niet van mij, die deed mijn bank niet. Dus dat ging constant niet. En ik ging ervan uit dat het wel werd gedaan. Daardoor kon de zorgverzekering van Jera de openstaande rekeningen jarenlang niet innen. Omdat de schuld bleef stijgen, klopte de verzekeraar aan bij het team van Vroeg Erop Af. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn zij in het leven geroepen om meer schulden te voorkomen. Eerst sturen we een brief om te laten weten dat diegene is of de bewoner is aangemeld bij Vroeg Erop Af. En daarna gaan we op huisbezoek als diegene niet of in ieder geval geen contact met ons opneemt. Vorig jaar werd er 7000 keer ergens aangebeld. En dit jaar kunnen er nog meer Amsterdammers een bezoekje verwachten. Dat komt omdat steeds meer bedrijven waar mensen schulden hebben zich aansluiten bij het project. Zij hebben met mijn schuldeisers gebeld, dus met de zorgverzekering. En hebben de brief in ieder geval die werden gestuurd door de deurwaarder bevroren. En alles en wat nog bevroren en het gewoon gestabiliseerd. Organisatie is heel belangrijk, met die hulp ben ik waar ik nu ben. Hij heeft nog wel een tip voor mensen die in dezelfde situatie zitten waarin hij zat. Zoek een hulpverlener op die je bij kan helpen. Dat zou het gewoon het beste zijn. Dat heb je jou geholpen? Dat heb jij ook geholpen. Dus het zou een ander denk ik ook zeker helpen om die mensen te weten wat ze doen.